De Chinese ondernemers die trekken naar onze buurlanden zijn geen stomvoeten van Suriname, maar ondernemers die zich voor korte tijd hier hebben gevestigd, zegt VHP-parlementariër Xuang Roy Wang tegenover onze nieuwsdienst. Enkele weken geleden werd in het parlement door diverse leden aangekaart dat Chinese ondernemers het land verlaten omdat Guyana gunstiger is om te ondernemen. Wang zegt dat het niet gaat om de oude groep Chinezen die zich blijvend hebben gevestigd in Suriname. We kunnen niemand eigenlijk kwalijk nemen die op zoek is naar een beter bestaan. Eigenlijk niet alleen de ondernemers van Chinese komaf, maar een heleboel andere ondernemers. Met name Yokohama, etcetera. Maar niet alleen ondernemers. Tegenwoordig vertrekt zelfs een schoonmaakster naar Guyana, die verdient, een schoonmaakster in Guyana verdient meer dan DNA-lid in Suriname. Dus het is inderdaad een trend. We kunnen niemand kwalijk nemen, maar ik vind ook niet dat het nodig is dat we nu vertrekken. Ik heb nog steeds heel veel geloof in Suriname, in de regering en vooral in onze eigen natuurlijke hulpbronnen. Maar behalve dat, de visie en de ideologie van de regering zien we van dat het op de rechte spoor is. Op de juiste weg is. En Guyana van nu, vandaag, anno 2024, is Suriname over 3 jaar. Wang geeft aan dat hoewel enkele ondernemers wegtrekken, er vanuit China veel investeringen zijn in Suriname. Het beleid van China is om haar mensen te stimuleren om naar buiten te treden. Beleidsmaatregelen ontwikkeld om de ondernemers te stimuleren om naar buiten te gaan. En dat is die One Belt, One Road initiatief. En daarnaast hebben ze ook nog de South-South Cooperation. En Suriname zit ook in de South America. Dus inderdaad, een heleboel ondernemers, een heleboel staatsbedrijven ook, ook privébedrijven, private sector, bedrijven van private sector, vertrekken naar Suriname om te investeren. Dus ze zien wel potentie in Suriname, om het zo te zeggen? Helemaal. Suriname is zeker, ik weet niet meer wie dat gezegd had, nou even nadenken, ik denk een meneer in Dubai had dat gezegd, van dat Suriname samen met Guyana de lead zou nemen in de toekomst van de Caribische landen en Zuid-Amerika. Wang gelooft dat de situatie om te kunnen ondernemen in Suriname steeds beter wordt door het beleid van de regering.